Hij woonde al een tijdje in het huis, de gekko, voornamelijk in de keuken, waar hij zoveel muggen en spinnen kon vinden als hij wilde. Hij zou er niet omkomen van de honger. Zo had hij de oude vrouw die er woonde tamelijk goed leren kennen. Hij wist bijvoorbeeld dat zij in die keuken niet alleen werkte en kookte, maar er ook sliep, op een oude bank bij het raam. Nu was hij in de slaapkamer. Hij kwam daar bijna elke dag. Al was er voor hem nauwelijks iets te eten te vinden, want hier waren nergens in hoeken en langs richels stof- en spinnenwebben te vinden. De gekko zat tegen de muur, niet ver van het bed. Hij liet zijn ogen alle kanten opkijken en kwam een stukje naar beneden. Op het kussen op het bed lag een hoofd. Een hoofd zonder haar. Het was zo kaal als een kikker. Het hoofd sliep. Een mooie sprei van blauwgrijs damast met zilveren figuren bedekte het bed tot aan het kussen. De gekko wist dat de vrouw elke dag een aantal keren naar de slaapkamer kwam. Ze ging dan bij het bed zitten en praten met het hoofd. Ook las ze hem wel eens voor uit boeken en kranten en zij was het die het hoofd had leren lezen. Aan de leeshonger van het hoofd leek geen eind te komen en zodra het het lezen redelijk beheerste, had ze hem een soort lessenaar bezorgd, die ze naast het bed op het lage kastje plaatste. Toen had ze hem een Chinese rugkrabber gegeven. Een vrij lange, dunne stok met aan het eind een geklauwd houten handje. Ze had een boek opengeslagen op de lessenaar gezet, het uiteinde van de stok in zijn mond gestopt, waarna ze het hoofd zo had gedraaid dat het op één oor lag en het houten kloutje tegen de bladzijde van het boek rustte. Na lang en ingespannen oefenen was het hoofd ten slotte in staat, met het stokje in zijn mond, de bladzijde om te slaan. Je mag dus één wens doen. Een wens? Hoezo mag ik een wens doen? Ja, je moet weten dat ik. Even leek het of de gekko bloosde, maar dat doen gekko's niet. Wel draaide hij zich om zodat hij met zijn staart naar het hoofd toe zat terwijl hij verder praatte. 'Het zit zo, zei hij. Ik zal het je dan maar vertellen. Eén keer in mijn leven mag ik een wens doen, en die wens zal worden vervuld. Hoe dat komt, ga ik je niet uitleggen. Dat is een heel verhaal, en als ik daarover begin, zijn we morgen nog niet klaar. En voor jou is het onbelangrijk. In elk geval, ik mag de wens ook weggeven. Is dat echt waar? riep het hoofd. Bedoel je, net als in die oude verhalen, de mythe van de Grieken en de sprookjes uit het oosten? En mag je die wens aan mij geven? Krijg ik dan wat ik wil? Als ik zou wensen, bijvoorbeeld, dat ik net zo'n haar had als die man in mijn droom. Lang zwart haar. Ja, daar komt het wel op neer, min of meer. Waarschijnlijk. Hoezo waarschijnlijk? Ja of nee? Hoe oh zeg, kalm aan een beetje. Jij hebt veel te veel gelezen, dat hoor ik al. Ik heb het nog nooit geprobeerd, moet je weten. Ik heb altijd geaarzeld en getwijfeld als het over mezelf ging nog het meest. Dus dit wordt de eerste keer. En het is niet niks, hè, wat ik aan jou geef. Snap je het? Ik zou ook mezelf iets cadeau kunnen doen. Dus, rustig aan, hè? Maar, vooruit. Ik ga het doen. Eerlijk gezegd wist ik toch al niet goed wat ik ermee moest: met die malle wensen. En of het lukt is niet zeker. Ze waren allebei stil. Er leek een wolk van dreiging en opwinding in de kamer te hangen. Een wolk zwaar van verwachting, hoop en wanhoop. Van verdriet en twijfel. Hé, weet je zeker dat je niet iets anders wilt? vroeg de gekko nog. Als u maar geen spijt krijgt later, want in jouw geval dacht ik. maar lang zwart haar? Hij voelde zich een beetje schuldig, de gekko, nu hij zijn experiment weggaf. Te bang om er iets mee voor zichzelf te proberen. Dat wil ik het liefst, zei het hoofd. Weer was het stil, en nog steeds gebeurde er niets. Tot het hoofd de stilte niet langer kon verdragen en vroeg: Wat moet ik doen? Moet ik iets doen? Jij doet niks, zei de gekko. Laat alles maar aan mij over. Hij zat nog steeds met zijn staart naar het hoofd toe en trilde als een graspriet in de wind. Hij ging het belangrijkste dat hij bezat wegschenken. En nog wel aan iemand die hij niet eens zo heel goed kende. En weer twijfelde hij. En hij vroeg zich af of hij niet op het punt stond een stommiteit te begaan. Het hoofd gluurde even opzij naar de gekko die woorden in een vreemde taal sprak. De gekko praatte zachtjes. Zo'n beetje half mompelend klonk het, of zingend. Toen stak het diertje zijn staart in de lucht en bewoog hem drie keer in de ronde, waarna het zich omdraaide. En met zijn bolle oogjes strak naar het hoofd ging zitten kijken. Het hoofd zag hoe het keeltje van de gekko heftig klopte. Boem, boem. Riek klonk het plotseling hard snerpend door de stille kamer en op hetzelfde ogenblik voelde het hoofd dat er iets met hem gebeurde. De huid bovenop trok strak en overal voelde het prikken en steken ook rondom alsof er duizend naalden van binnen naar buiten werden gestoken. En dat kwam doordat er overal tegelijk haren door zijn huid naar buiten kwamen die razendsnel langer werden, langer en langer. En opeens hield het weer op. Een hele tijd zeiden ze geen van beiden een woord. De gekko was de eerste die sprak. Asje me nou, zei hij. Wat zie je? vroeg het hoofd. Prachtig lang zwart haar. Dat het zo goed zou lukken had ik niet verwacht. En de gekko dacht, als je er nu nog een verentooi bij had, zou ik zweren dat... Maar, wacht, wacht, wacht. O oh, hemeltje, nee. Nee, nee, dit was niet de bedoeling. Voor de tweede keer klonk het snerpende geluid door de kamer. -ie -ie. En weer ging er een siddering door het hoofd. Wat gebeurt er? riep het. Is er wat gebeurd? Hoe zie ik er nu uit? De gekko hield zijn kaken op elkaar... Woedend zat hij naar het hoofd te kijken en zei sissend: Drie witte veren. Drie witte veren op die kop van jou.